In deze journey video zie je mij voorbereiden op mijn laatste toernooi in Australië. En ik kan je vertellen, het was super spannend. Een ontlading als deze heb ik nog nooit gehad. Maar het was ook tijd om twee legendarische coaches uit Australië te ontmoeten. En dan was ik, oké, what's next? Like, I don't want to, I just don't want to serve. Is that, and so was like, hey, as long as I'm not serving, I'm good. Man. De voorbereidingen waren simpel. Zoveel mogelijk zoeken naar tennisbanen. En samen met Jitty gaan tennissen. Nou, Jitty is niveau 7,5 ongeveer. Maar ze had de smaak goed te pakken. We hebben heel veel kunnen tennissen. En zij werd daardoor ook steeds beter. En middels eigenlijk de methode die we ook toepassen in het progressieprogramma. Waarin je doelgericht kan vrijspelen. En doelgericht kan blijven trainen. Hebben we trainingen zo aangepast. Waardoor ik nog altijd gewoon ook heel erg werd uitgedaagd. Af en toe gaf ik aan waar ik heen ging slaan, daardoor wist hij wat er ging komen. En ja, ik wil bij deze ook gewoon zeggen, ben jij een fanatieke speler, ga dan ook met het progressieprogramma aan de bak. Want je gaat daar gewoon heel veel progressie door kunnen boeken. Maar we gaan gelijk lekker door, want de eerste wedstrijd stond dus op het programma. Het was op kunstgras, gelukkig hebben we daar veel kunnen oefenen. Want kunstgrasbanen zijn gewoon heel populair in Australië. En ik merkte eigenlijk vrij snel dat dit ook wel lekker lag voor mijn spel. Nou, ik moest in mijn eerste pot spelen tegen Ryan. Hij kwam uit Nieuw-Zeeland. En ik heb ook de hele wedstrijd op YouTube gezet. Dit is een korte versie van 10 punten. En Ryan begon heel sterk in deze wedstrijd. Wat ik merkte was dat hij gewoon zoveel harder slaat dan Jitty. En dat ik daar natuurlijk ook gewoon al in het begin aan moest gaan wennen. Hij had een hele harde service, een hele harde voorhand. En ik moest dus gaan zoeken naar oplossingen om ervoor te zorgen dat hij daar niet zo makkelijk mee kon gaan uithalen. En ik wilde hem een beetje uit zijn ritme halen. Af en toe een wat hardere bal, af en toe wat zachter. Maar in het begin had hij echt de smaak te pakken. En hij kwam dus ook op zijn eerste setpoint hier. Wat hij uiteindelijk een paar keer was gaan doen, is ook wat meer variëren, iets meer... korte ballen af en toe ook spelen. En dat moet je bij mij eigenlijk in principe niet proberen om dat spelletje van me te winnen. Want dat gaat me altijd heel lekker af. Nou, hier zie je zijn vierde setpoint. En daar laat ik dus ook zien dat een dropshot als volgt moet worden gespeeld. Nou, als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik een dropshot fijn vind om te slaan. Ik moet het zeker niet te vaak spelen. Maar hier op zijn vijfde setpoint... lukt het me ook om een flinke voorhand te slaan. En daarmee had ik toch wel het gevoel na 5 setpoints. Oké, Huug, nu moet je doorpakken. Nu moet je deze set ook gewoon pakken. Het was vrij warm. Gelukkig niet zo warm als het vorige toernooi wat ik speelde toen het 36 graden was. Ik denk 24 graden. En gewoon goede omstandigheden. Weinig wind. En ik voelde me losjes. Ik kon ook niet heel veel verwachten van mezelf bij dit toernooi. Niet ideale manier om voor te bereiden. En dat gaf me eigenlijk een heel ontspannen gevoel. Ook bij deze passeerslag. Heel vaak had ik cross gespeeld. Nu voelde ik gewoon, nu moet je een keer voor rechtdoor. Nou, toen had ik hem. En ik wist dus de eerste set te pakken. Vervolgens ook de tweede. En ik was door naar de volgende ronde met een 7-6, 6-3 overwinning. Nou, dit was een hele interessante wedstrijd. Hier moest ik spelen tegen een jongen die weer heel anders speelde. Op zich ook met veel druk, maar veel atletischer was dan Ryan. Hij deed me een beetje denken aan eigenlijk een soort amateur Alcaraz. Hij kon eigenlijk van alles wel doen. Maar ik begon hier veel sterker. Dit was op dezelfde dag als tegen Ryan. Dus tegen Ryan moest ik volgens mij om een uurtje of 10. Nu moest ik om 3 uur weer. En ik pak heel overtuigend de eerste set. Vervolgens mindere start in die tweede. Maar daarna sta ik 5-3 voor. Heb ik eigenlijk alle touwtjes in handen. Ook deze wedstrijd staat helemaal op YouTube. Dan ga je zien waarom de score straks verandert. Maar hier was ik eigenlijk gewoon de hele tijd aan het proberen druk uit te oefenen. Te zorgen dat hij zoveel onder druk staat dat ik gewoon de wedstrijd kan bepalen. Ik kwam veel naar het net. Ik had echt de smaak te pakken. Maar hier hadden we een paar discussiepunten. En toch was dat een manier voor hem om mij een beetje af te leiden misschien. Om zelf wat beter in het spel te komen. Ik werd wat minder scherp. En toen kwamen we op 6-6.
Sowieso als dit soort dingen gebeuren, dat je dus een discussie hebt over in of uit of over scoren. En dan moet je je eigenlijk gewoon bezig blijven houden met die ene taak wat je helpt om te focussen. Kan je voetenwerk zijn, kan je ademhaling zijn. Hier in de super tiebreak wordt het 4-4. Blijf ik met vuur spelen? Ik had echt tegen mezelf gezegd van joh, blijf gewoon initiatief nemen. Probeer dat zoveel mogelijk te doen. Nou, het werd hier echt een mentale battle. Vervolgens is het 5-5 en blijft het gelijk opgaan. Ik voelde hier daadwerkelijk wel veel spanning. Ik merkte gewoon dat je dan toch weinig wedstrijdervaring hebt gehad en ik ook domme fouten begon te maken. Ik vond het blijkbaar zelf ook heel dom wat ik toen deed. Maar hier kom ik op matchpoint 9-8 voor mij. Hele zenuwachtige volley. Ik wilde die bal echt niet missen, maar hier knal ik hem af en win ik de wedstrijd. En dan wordt het voorbereid op de volgende dag. En zoals je weet slapen we in een busje en was het dit keer naast de snelweg. En had je daardoor niet altijd een even relaxte nachtrust gehad. Ik werd hier wakker met onwijs veel spierpijn. Je moet je voorstellen dat er gewoon echt niet zo heel veel wordt getraind. We tennissen denk ik 1 uur, maximaal 1,5 uur in de week. En dat was vaak gewoon 1 sessie met Yeti. Intensiteit ligt dan natuurlijk een stuk lager. Dus hier werd ik echt wakker met spierpijn. En ik dacht, oh, hoe ga ik het voor elkaar boksen? Nou, ik begon niet heel sterk. Ik baalde van wat keuzes en wat fouten. Tony, waar ik tegen speel, was ook echt wel van een hoger niveau dan de andere twee jongens. Dat merkte ik gelijk. Wat overigens wel interessant is in Australië, is dat iedereen een warming-up doet. Iedereen die neemt dat echt heel serieus. Iedereen staat daar met elastische banden. Dingen te doen eigenlijk om zichzelf voor te bereiden. Shadow swings te doen, heen en weer te rennen op openbare plekken die er zijn. En dat was ik ook gaan doen. Ik had nog nooit zo professioneel warming-up gedaan. Samen met Yeti, die me ook gewoon supporten en coachen tijdens de wedstrijden, wat heel erg hielp. Maar hier kom ik toch op een 5-1 achterstand. En merkte ik gewoon af en toe dat ik wat traag was, maar ook zeker credits naar Tony, die gewoon ballen sneller nam. Hij deed me juist weer een beetje denken aan Federer. Makkelijk bewegen, heel ontspannen, goede backhand, goede voorhand. Eigenlijk had hij alles al in zijn spel en was het tempo gewoon een stuk hoger, waar ik ook aan moest gaan wennen. Zo'n bal als hier pakt hij dus de set mee, 6-1 voor hem. Vervolgens ben ik gaan proberen ook gewoon wat agressiever te spelen. Ik dacht van ja, van alles geprobeerd, van alles gedaan, maar misschien moet ik ook gewoon zelf wat meer durven. Zolang je dat niet doet, als je geen risico's neemt, dan weet je natuurlijk ook niet wat er in je spel zit. Of wat je eruit zou kunnen halen. Dus ik probeerde gewoon de druk hoog te houden, dieper te spelen. Hem gewoon geen kans te geven om echt kwaliteit ballen te slaan. Hem echt die tijd te geven om op tempo te spelen. En dus kom ik hier op 4-3. Ook hier een heerlijke bal. Waarbij ik eigenlijk kans heb om naar 5-3 te gaan. Maar ja, je hebt niet gelijk gewoon bij zo'n speler het gevoel dat je er echt gelijk doorheen kan. Achteraf dacht ik ook van ja, ik had gewoon meer mezelf ook mogen geloven bij zo'n wedstrijd. Ik merk dan dat ik hem vooral heel goed vind. Terwijl als ik het dan terugkijk denk ik, nou, ik kan zelf eigenlijk ook wel aardig tennissen. Maar hier weet hij dus toch terug te komen en op 6-5 te staan. Spelen we een spannende game. Maar zoals je misschien al een beetje merkt, gaat het hem gewoon niet worden tegen Tony. Hij was iets te solide. Hier op matchpoint sla ik nog een lekkere winner. Ik had veel frustratie die dag voor bepaalde foutjes die je dan toch zelf maakt. Dat je denkt, ja, zoals hier ook, weet je, geef het niet cadeau. Maar hij was er blij mee. Hij had goed gespeeld. Hij had het ook dik verdiend. En gelukkig stond er 2 dagen later een meeting met 2 legendarische coaches. Die ik volg op Instagram, die ik altijd al wilde spreken, stond op de planning. En dit is een voorbeeld videootje van wat zij onder andere plaatsen op hun Instagram. Hey Jody, yeah, just want to let you know that Sunday is great for a lesson. No, I don't need to spend time with my family, my friends. I'm okay for 12 o'clock. Hey, good session. Now, next week, show up late like you did today and I won't even charge you. Be perfect. It's okay, another ball over the fence, but don't worry, I'm sure it'll find its way back to the basket. They're cheap anyway. But before I start my explanation, let's make sure you start a conversation amongst yourselves, talk over the top of me, and I'll try and re-explain it again. Individually. Let's go.
a nice little way to round things out with Hugo Strava. Well said. Well done. Say it the Dutch way. Strava. Yeah, no? That was good. The official asked me heads or tails. Heads or tails? And I don't know what she was saying, so I don't know. Like, I know how the toss works, but I don't know. I was so surprised what was happening. So he said heads, it was tails, and then I was like, okay, what's next? Like, I just don't want to serve. Is that? And so was like, as long as I'm not serving, I'm good. And I was like, this, my opponent is probably thinking that I can't play tennis, don't know what to do, but I beat him 6-3, 6-3. De podcast die kan je terugluisteren op Spotify of op YouTube. Ik had er echt van genoten en ik denk dat jij het ook leuk vindt. En in ieder geval het je aan het lachen brengt. En hier heb ik nog een setje gespeeld tegen Nelson. Wel met veel spierpijn, maar hier zal je zien waarom het leuk is om ernaar te gaan kijken. All right, Hugo. I see where you're at. Rez, time to unleash the beast. I don't know what he's talking about. Ah! Beast! Oh, he almost got that. He almost got that. Oh, good. Go! Another great shot. Where are these shots coming from? Thanks, Bill. Cheers. Clink. It's a... 2-3? 2-3. No! That was good. De toernooien in Nederland komen eraan en daar ben ik zeker mee bezig. Maar na dit toernooi en na de meeting met Nelson en Ressa was het ook tijd om te genieten van Australië. Het is zo'n mooi land, er is zoveel mogelijk, het is zo groot en iedereen is daar echt super actief. Van surfen tot Australian voetbal tot tennissen. Wij hebben hier weer naast deze club hebben wij geslapen in ons busje. Zijn we de volgende dag gelijk lekker gaan tennissen. En dat is echt heerlijk wakker worden. Maar als jij gedreven bent net als ik, dan wil je eigenlijk vrij snel toch ook weer progressie gaan boeken. En ja, ook in jouw journey, als je onderweg bent naar een toernooi of naar een volgende training of het vrij spelen met een maatje, dan wil je daar het maximale uithalen. En daar zorgt het progressieprogramma voor. Of het nou slecht weer is en je workouts gaat doen om specifiek fitter te worden als tennisser. Of te werken aan je service, het dubbelspel. Alles kan in het progressieprogramma. En daardoor ga je efficiënter met je tijd om. In de beschrijving onder deze video staat het linkje naar het progressieprogramma. Je kan het voor 14 dagen proberen. En we zijn ook druk bezig om meer events voor de communityleden te organiseren. En daar wil je onderdeel van zijn. Throw some energy at it, huh? Earn your drink. Come on, push! Good crossover, mate. Good finish off. Turn early, bigger step. Ah, big step, hey? Just have it up going. You're just wasting time. Yeah. You're wasting time. Cross. Cross step. Your racket hand that you need to speed up. That felt good. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Volgende week komt de volgende online. Zorg ervoor dat je het niet mist en support dit kanaal door te abonneren. Het helpt echt meer dan je denkt. En helaas hebben we ook slecht nieuws voor je. Maar dat komt in de volgende aflevering.